hier in België hebben we een andere valversnelling opmeten, omdat de aardrotatie anders is. Spanje zit dichter bij de polen, waardoor zij een grotere afstand moeten doen als ze ronddraaien. Waardoor zij sneller gaan bewegen als ons, waardoor dat gaat ook de valversnelling beïnvloeden. Omdat die beweging net een tegengestelde kracht is dan de valversnelling, waardoor dat eigenlijk onze valversnelling groter gaat zijn dan die in Spanje. We gaan bepalen, want dat was het doel van dit project. We gaan dat vergelijken met andere landen, zoals Italië en Spanje. En we gaan dan kijken wat het verschil is tussen G, want G is 9,81 en we gaan een kleine verschil zien. En dat is het doel van dit project. Want je kunt dat altijd maar aannemen en geloven als het in boeken staat, maar nu doen we zelf een experiment, toch wel vrij. Een slinger van 12 meter is toch al vrij hoog en zo. Dus ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we dat nu toch wel echt wel zien, dat we dat beter gaan onthouden. Alleen nu weet ik dat, gewoon omdat we dat gedaan hebben. Ja, we hebben contact gehad met Spanje. We hebben een internetsite waar we dingen op posten, waar zij hun resultaten hebben gepost, waar wij dat hebben gedaan. Dus we hebben wel resultaten een beetje vergeleken en zo. En er gaat ook een videoconferentie komen. Als je Nog iemand anders uit.